Ik ben laatst in Bocholt wezen winkelen, dat is in Duitsland. En dat is vanuit mijn ouders gezien, is dat echt met een kwartiertje beheerder. En ik heb daar een aantal leuke dingen gekocht. Onder dit rugtasje. Die zit boven met magneetjes vast. En dan heb je ook nog een ritsje. Met. Hier zit nog een ritsje in en hier heb je dan een vakje voor de. Waar je onder andere je mobiel in kunt doen. Vrij groot rugtasje en hij was 30 euro. Maar ik ben hier wel erg blij mee. Ik heb voornamelijk shirtjes gekocht. Met lange mouwen. Deze is eenvoudig zwart shirtje met kanten mouwen. Je krijgt hem zeker nog in een outfit of the day te zien. Dit zijn ook allemaal gewoon eenvoudige V-shirtjes. Even shirtjes met lange mouwen met een ronde hals. Wat dunnere shirtjes. En dit is een beetje in een rode tint. Maar ik vind dat wel leuk dat de stof wat aparter is. De eerste komt bij de H&M vandaan en deze komen bij de Pimkie vandaan. Dan heb je deze in een beetje een blauw-grijze. En deze. Hij is iets donkerder dan de vorige. Hele fijne stofjes. Daar heb ik nog één boek gekocht. Ja, ik en geen boeken kopen, dat kan gewoon niet samen. Dit is het nieuwste boek van Stephanie Perkins. There's someone inside your house. Een thriller. Leek me wel erg goed. En als laatste aankoopje heb ik mijn allereerste rock candy gekocht. Dit is van Funko. En dit is Miney. Ze is zo schattig. Want we hebben namelijk in Bocholt zit er een GameStop. Dit zijn de andere die ze hebben. Het is Harry met Hedwig. Dan heb je Ron met Scabbers. Zijn rat. Luna. En Bellatrix. Ja, Luna wil ik ook nog heel graag hebben. En die was 19 euro. En dat was het voor mijn shoplogje in Bocholt. Was een erge dag, leuke dag. En ik ben heel erg blij met alles wat ik gekocht heb.